Adem 3 keer diep in en uit om helemaal te landen op de mat. Geniet van deze zwangerschapsyogales en kom helemaal bij jezelf. Voel je lichaam maar dat contact maakt met de grond onder je. Voel dat je lichaam de energie weer opneemt en alles loslaat op die uitademing wat niet nodig is. Je laat rustig alles los. Gedachten, emoties, gevoelens, laat het maar allemaal gaan. Er even niets mee te doen. En zo kom je helemaal bij jezelf. Dan wil ik je vragen om helemaal met je aandacht naar je voeten te gaan. Laat je voeten zomaar ontspannen liggen. Misschien liggen ze op elkaar. Misschien lig je op je rug en vallen ze naar buiten. Laat je voeten maar helemaal ontspannen worden door de adem. Door de aandacht die jij je voeten geeft. Op die inademing ga je heel rustig en aandachtig verder. Kom je bij je onderbenen. En laat zo die onderbenen maar helemaal ontspannen. En rustig adem je door en kom je bij je bovenbenen. Laat ook je bovenbenen rustig zacht worden en zwaar. Ontspannen. Voel, ze liggen misschien op elkaar. Misschien raken ze de grond. Of één de grond. En adem dan rustig door en dan ga je verder met je aandacht naar je bekkenbodemgebied. Die nu veel te verduren heeft en het zwaar heeft en waarbij het gewicht op die bekkenbodemspieren drukt. Dus ga met je aandacht naar die bekkenbodem en zorg dat je hem ontspant. Dat gedeelte van je anus tot aan je plasspier en je vagina in het midden en de spieren en de bekken eromheen. Ontspan het helemaal op die uitademing. En dan heel rustig ga je een stukje verder omhoog en ontspan je al die organen in je buik. Die organen die een beetje opzij worden gedrukt door het kindje wat in jou mag groeien. Adem zo rustig door en ontspan je buik en maak tegelijkertijd verbinding met het kindje in jou. Voel misschien dat op die inademing die buik wat opbolt en op die uitademing weer wat teruggaat. Het is een zachte beweging. Voel zo die zachte bewegingen. Maak zo verbinding. Wees even helemaal één met het kindje in jouw buik. En zo ga je heel rustig verder omhoog naar die borstkas en die bovenrug. Ontspan hier ook maar zo lekker die bovenrug, de borstkas, de schouders. Laat ze maar lekker neer. Die uitademing. Ontspan je hart, je longen. En kom helemaal rustig bij jezelf.
En adem je rustig in en ga je met je aandacht naar je handen. Ontspan je handen. Misschien wil je even vuisten maken om volledig die handen te kunnen ontspannen. En adem je rustig in. En dan heel langzaam en aandachtig ga je verder naar je onderarmen, je ellebogen en je bovenarmen. Misschien liggen ze helemaal ontspannen naast je met de rug van de hand op de grond. Of misschien liggen ze wel lekker bij elkaar en lig je heerlijk op je linkerzij of op je rechterzij. Misschien liggen ze wel onder je hoofd. Adem zo rustig door met aandacht. En adem je rustig door en ga even via je hals en je nek. En beweeg je een klein beetje je hoofd van links naar rechts. En laat het zo weer in het midden komen. Lig je op je zij, dan laat je je hoofd gewoon liggen. Ontspan zo je nek. Adem rustig in en ga naar je hoofd. En via het achterhoofd, de kruin, ga je naar de voorkant van je gezicht. En ontspan hier je hele gezicht. Span maar helemaal het gezicht samen. En ontspan. Ontspan je kaak. Ontspan je gezicht. En onthoud, als jouw gezicht ontspannen is, is ook jouw kindje ontspannen. Adem rustig door en wees zo ontspannen. En adem je nog rustig door. Ga weer met aandacht naar het kindje in je buik. Wees even heel bewust dat je zwanger bent. Je lichaam verandert. En misschien heb je daar wat moeite mee. Of juist helemaal niet. En het maakt niet uit. Alles mag er zijn. Maar wees je gewoon bewust van wat je voelt. En weet dat zwangerschap en bevallen een spel is tussen jou, je kindje, je adem. En dat je zo erop mag vertrouwen dat je straks samen met jouw kindje er een fijne ervaring van maakt. En ook die zwangerschap, probeer er een fijne ervaring van te maken. En tuurlijk, je wordt zwaarder, je krijgt zwangerschapskwaaltjes, misschien wel maagzuur. Misschien krijg je wel slaap je slecht of krijg je wat bekkeninstabiliteit, allemaal zwaar vervelend. Maar je weet ook dat het is om een heel mooi, prachtig wezentje op de wereld te mogen brengen. Die mag zomaar bij jouw partner komen wonen. Misschien heeft hij al een grote broer, grote zus of meerdere. En besef dat je daardoor dankbaar mag zijn voor alle veranderingen en alle kwaaltjes en alles wat nog gaat komen. Probeer liefdevol te zijn, want hoe liefdevoller jij bent, hoe ontspannen je bent, hoe makkelijker alles zich zal bewegen. En dan adem je rustig in en ga dan helemaal naar die buikademhaling. Je ademt rustig in door in die buik. En rustig uit door de mond. Rustig in de buik en uit door de mond. En dan wil ik je vragen om heel bewust te gaan ademen en die uitademing langer te maken. Dus je ademt rustig in. Kijk ook of je hem vast kunt houden. En adem dan rustig en diep uit door de mond. En als je zo'n tuitje maakt van je lippen, zul je merken dat je hem nog wat langer kunt uitademen.
Dus adem heel rustig in door de neus. Hou hem vast en adem uit door de mond. Na die lange uitademing is er weer een pauze. Je ademt weer rustig in. En rustig uit. En zo ben je heel erg op je kindje gericht en in de buik. En die buikademhaling doe je tijdens de weeën. Als je nu een harde buik hebt tijdens je zwangerschap, doe hem dan ook om die buik te ontspannen, om jezelf te ontspannen. En tijdens de bevalling doe je hem tijdens de ontsluitingsweeën en tijdens de persfase en de naweeën. En dan kun je heel rustig die buikademhaling gaan doen, waardoor jij ontspant, je lichaam ontspant en je kunt meebewegen in alles wat er is. Dan adem je rustig in. En dan maak je je lichaam langzaam wakker door je vingers te bewegen, je tenen, je handen, je voeten. En zo kom je op je eigen tempo rustig zitten. En vanuit die zithouding gaan we zo op je eigen tempo staan. Je ademt dan rustig in en je komt rustig staan. En dan wil ik vragen om eerst te gaan aarden. En dat betekent dat je even op die voeten balanceert. En dat kun je zo elke morgen even doen. Even op die tenen, op die hakken. Even die zijkanten goed bewegen. Zo voor jezelf. Fijne beweging maken met je voeten, zodat je stevig staat. In je eigen energetische houding. Voel je voeten. Misschien kun je al wat warmte voelen in die voeten. En ik loop heel veel op blote voeten. Yoga doe ik op blote voeten. Omdat je dan zo die contact met de aarde hebt. Je hebt zo verbinding met de aarde. Je voelt de aarde. Vooral als je buiten loopt. En daarom is het dat zo goed om te aarden. Dus je kunt vaker op blote voeten lopen als je dat zou willen. En lekker ook buiten. Dus als het kan, doe het gewoon. Zeker als je zwanger bent, want dan kom je lekker in je lichaam. En zo sta je op beide voeten. We gaan de gedraaide berg doen. Dus je ademt rustig in en je brengt langzaam je armen omhoog. Strengel die duimen ineen, die handpalmen tegen elkaar. Dan adem je rustig in. En dan draai je met je rug naar rechts. En je zorgt dat je middel naar voren blijft. Dus dat je niet met je heupen mee indraait. Die heupen blijven recht. Maar je draait echt alleen in die bovenrug. Je middel draait een klein beetje mee. En adem zo rustig door in die bovenrug. Voel wat daar gebeurt. En adem je rustig in, je komt weer in het midden en je draait zo naar de andere kant. En ook hier geldt weer die heupen blijven recht. Jij draait alleen met je bovenrug. En adem je rustig in, je komt weer in het midden. Rek je even helemaal uit, alsof je een touw naar beneden trekt. Zo lekker even die schouders, die armen. Ze zijn al moe van de gedraaide berg. Hou nog even vol. En adem je rustig in. En op een uitademing laat je langzaam die armen zakken. En dan voel je dat zo in die schouders. Dus draai zo die schouders even heen en weer. En de andere kant op.
En laat ze zo even lekker schudden. En adem je rustig in en dan breng je op een uitademing de kin naar de borst. Inademend in het midden, uitademend de kin omhoog. Voel zo die rekking in de hals. Inademend in het midden en dan kijk je naar rechts. Inademend in het midden en dan kijk je naar links. Inademend kom je weer in het midden. En zo voelt die nek misschien nog niet zo soepel. Zou je nog zo rond kunnen draaien, alleen om de langs, hier in het midden kunnen komen. Breng nog even je rechter oor naar je rechter schouder. Voel zo die strekking aan de linkerkant van de nek. Er gaat vaak veel spanning zitten op die nek en die nekspieren. En dan is deze paar houdingen, bewegingen van de nek en de hals, goed om wat spanning los te laten die zich daar bevindt. Kom langzaam terug. Dan adem je weer rustig in. Breng je armen omhoog voor de halve maan. Streng je duimen in één. Adem even volledig van onder in de buik tot boven in die longtoppen. Misschien kun je merken dat je nog wat langer wordt. Dan adem je rustig in en je brengt je lichaam wat naar rechts. Open zo die linker flank, waar die flankademhaling mag komen. Open hem maar helemaal. Dan adem je rustig in, je komt in het midden. En op een uitademing ga je naar links. Open nu je rechter flank, open hem maar volledig. Dan adem er lekker naartoe. En ervaar wat er gebeurt als je je flank zo opent. Kom weer in het midden. Adem weer volledig in. Van onder in de buik tot boven in die longtoppen. En op een uitademing laat je langzaam die armen rustig naar beneden gaan. En dan voel je even rustig na. Voel maar na wat er gebeurt. Wat je voelt in die schouders, in die bovenrug, in die borst. En dan wil ik je vragen om weer op een kussen te komen zitten. In een ontspannen houding die voor jou goed voelt. En breng dan heel rustig die handen voor de borst. En duw maar even die handen tegen elkaar aan. En ervaar maar wat er in die borstspier gebeurt. Je borsten worden zwaarder, dus het is goed om die borstspieren te ontspannen. Dan adem je rustig in. En je brengt je armen omhoog. En laat ze maar meegaan. Je handen omhoog, je ellebogen tegen elkaar aan. En voel dat maar aan die onderkant van die armen, de bovenkant, de schouders. En adem je rustig in, je komt langzaam terug. Laat die ellebogen weer naar buiten wijzen. Dan draai je naar rechts. En ook nu alleen maar met die bovenrug. En adem je rustig in, je komt in het midden. Vanuit ademing draai je naar links. Inademend kom je rustig in het midden. Hou de handen nog even tegen elkaar aan, die ellebogen wijzen naar buiten. En dan breng je je handen in je ellebogen. En het is net alsof je armen over elkaar vouwt, maar dan zijn ze eigenlijk langs elkaar. En dan duw je zo die ellebogen naar voren. En je armen zijn op schouderhoogte.
En zo duw je, je trek je eigenlijk als het ware aan je eigen armen en ervaar nou wat er gebeurt in die schouders. Adem rustig in en rustig uit. Laat die armen weer zakken. Dit kunnen we natuurlijk ook doen aan de achterkant. De armen zijn weer over elkaar heen en je duwt ze een klein stukje uit. Van je af. Ervaar nu maar weer wat er in die schouders gebeurt. Misschien kun je ze op die uitademing een klein stukje verder nog omhoog brengen. Op een uitademing laat je langzaam los en rol even lekker die schouders. Dan gaan we naar die flankademhaling. Nu we op dat kussentje zitten, maar ik wil eerst nog even een bekkenbodemoefening doen. Als je zo op een kussen zit, maar je kunt hem ook doen als je in de auto zit of op een stoel. En zo als je zo zit, kun je heel goed voelen hoe dat bekkenbodemgebied eruit of voelt. Want als ik naar achteren ga en ik span zeg maar mijn anusspier aan, dat is die spier die je ontspant als je moet poepen, dan voel je dat je die samen kunt knijpen, niet zo heel lang, en dan laat je hem alweer los. Als ik helemaal naar voren ga, buig naar voren en ik kan mij die plasspier kan ik dan aanspannen. Die ontspan je als je moet plassen. En als ik dan in het midden ga, kan ik zo ook die vagina spier aanspannen. Dat is het gebied waarnaar ik toe moet persen. Als ik te veel naar voren pers, dan kan ik incontinentie krijgen. En als ik te veel naar achteren pers, dan krijg ik aanbijen. Dus je moet wel zorgen dat je naar het juiste gebied perst. En als je die J-ademhaling gaat doen, die ik in de vorige lessen heb uitgelegd en in de ademhalingslessen, dan kun je naar dat gebied je kindje uitademen. De J-ademen. En nu gaan we kijken of we die drie spieren tegelijk kunnen aanspannen en als het ware als een ballon naar binnen kunnen trekken. Dus je spant die achterste spier aan, de middelste spier, de voorste spier, span maar aan. Breng die ballon maar naar binnen en hou vast. Hou vast die spanning, hou vast die spanning, hou vast. En laat rustig los. Doen we nog een keer. Span maar aan en trek maar mee naar binnen. En ontspan maar weer. En het is niet erg dat je een van de spieren tussendoor loslaat. Oordeel daar niet over, maar oefen gewoon. Deze oefening kun je eigenlijk al op de kraambed doen als je geen hechting hebt. Anders moet je even een paar dagen wachten. Maar het is goed tegen incontinentie. Om je bek- en bodemspieren weer helemaal sterk te maken. En laat los. Dus oefen die oefening wat vaker. De flankademhaling. Hij zegt het al, we gaan ademhalen naar de flank. Die kun je ook puffen doen, uitademend puffen. Maar je kunt ook een gewone inademing doen en dan puffend uitademen. Dat maakt eigenlijk niet uit. Doe wat jouw lichaam aangeeft. En of het dan nou in één ademhaling is, of dat je puffend uitademt, dat maakt niet uit. Dus je ademt rustig in. En rustig uit. Zometeen brengen we die handen naar die flanken en ongeveer die middelvinger op het randje van je BH. Die zet je tegen je flanken aan. En je mag best wat harder duwen. Je mag ze ook naar achteren leggen, die vingers. Je mag best wat harder duwen, zodat je jezelf moeite moet doen om je handen opzij te ademen op die inademing. Dus je ademt rustig in. En maak hem maar breed. En adem uit, duw een beetje mee. En laat die adem weer los. Inademen, duw jij je handen weer opzij. Uitademend, laat je los. En duw maar weer mee. Inademend opzij. Uitademend los. Inademend opzij.
Uitademen, los. En de W is weer voorbij en dan ga je weer naar die buikademhaling. Dus op het moment dat je een ontsluitingswee krijgt, ga je naar die flankademhaling. En een bevalling dient zich aan en dat kan op verschillende manieren. Door de slijmprop te verliezen of door je water dat breekt. Of gewoon door weeën. Ik weet niet hoe het gaat beginnen, dat weet niemand. Maar op een gegeven moment weet je dat het is begonnen. En dan beginnen de ontsluitingsweeën. En in het begin komen die niet zo heel erg snel, maar wel regelmatig. En op het moment dat ze regelmatig komen, dan moet je de tijd wat op gaan nemen. En op het moment dat ze om de 4-5 minuten komen, dan moet je de verloskundige bellen. Maar heb je nou je vruchtwater verloren en zie je dat het vruchtwater niet zo helder is, dan moet je ook de verloskundige bellen. Überhaupt als je vruchtwater breekt, want dan kom ze even kijken. Want dat moet je sowieso bijhouden, omdat vruchtwater niet te lang gebroken mag zijn voor je kindje. Dus dan komt er weer zo'n ontsluitingswee en dan ga je weer met je adem naar die flanken met de wee mee. Het is net alsof je met een golf meegaat, tegen de golf inzwemmen. Heeft geen zin, dan brengt het je niets en geen meter verder. En op het moment dat je met die golf meegaat, dan brengt het je ook daadwerkelijk verder. Dus het heeft geen zin om tegen de pijn in te gaan of te strijden tegen de wee. Je kunt het beste alleen maar meegaan en weet dat dit is, dat deze pijn nodig is om jouw kindje te laten geboren, te laten worden, om naar je toe te brengen. Dat is niet onbelangrijk. Dus je ademt in, er komt weer zo'n ontsluitingswee, je gaat weer naar die flankademhaling, duw maar. En adem rustig in. En rustig uit. 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 En dan ga je weer naar die buikademhaling. En weet dat die buikademhaling jou en je kindje ontspant. Het geeft net even weer die energie. Dus zorg dat je goed die buik ademhaalt tussen de weeën door. Zodat je je kindje ruimte geeft, jezelf ruimte geeft. En hoe ontspannender jij bent, hoe beter de bevalling zal gaan. Dus zorg ervoor dat je manieren vindt om te ontspannen. Pijn doet het, maar weet dat die pijn functioneel is. En je bent sterker dan dat jij denkt. Je kunt er zoveel aan. Dus voel ook die kracht. En vaak komt er ook zo'n oerkracht vrij bij een vrouw die aan het bevallen is. Dan wil ik graag dat je van je kussentje afkomt. En je benen even strekt. En duw dan zo die hakken maar uit en die tenen trek je naar je toe. Ik noem dat altijd actieve benen. Maak even actief. Benen. We gaan een oefening doen die is goed voor de nieren en de blaas, de Janus Sirsasana, oftewel de hoofdkniebuiging. Je ademt rustig in, je brengt je enkel naar je bovenbeen en zet hem daar maar neer. Je handen breng je aan de buitenkant van het gestrekte been, dat been is nog steeds actief. Dan adem je rustig in. Hou lengte in de borst, dat betekent dat je rustig naar voren gaat. En misschien merk je doordat die buik daar zit dat je niet verder komt en dat is prima. Het gaat niet om hoe ver je komt, het gaat erom dat je nu de adem in de oefening brengt. En dat je die adem maar laat gaan. Die heeft in de buik geen ruimte, dus die gaat dan zo naar die flanken toe. En daardoor worden de nieren en de blaas van extra zuurstof en extra bloed en extra energie voorzien. Dan adem je rustig in en op een uitademing kom je wat verder zakkend. En adem zo rustig door, helemaal bij jezelf. En laat de ademende zwaartekracht het werk maar doen.
En dan kom je langzaam inademend weer omhoog. Stapel die wervels op elkaar. Breng je andere been weer gestrekt en schud maar even. Ik zeg altijd schudden voor gebruik. En dan doen we het andere been. Pak je linker enkel en zet die tegen je rechterbeen. Duw je hak van je rechtervoet maar uit de tenen naar je toe. Je handen zijn aan de zijkant van je gestrekte been. Je ademt rustig in. En op een uitademing kom je langzaam naar voren. En ook hier laat je langzaam jezelf zakken. Dan laat je je hoofd wat zakken. En adem rustig en voel dan zo dat die achterkant beademd wordt. En adem je rustig in en dan kom je langzaam weer omhoog. Strek je benen weer uit, zet je handen achter je neer en schud maar weer even. Maak een niet zo grote spreidzit, heel klein, maar wel met actieve benen. Dan breng je langzaam op een inademing je armen omhoog boven je hoofd. Dan adem je rustig in en dan op een uitademing kijk je naar je rechterteen. Adem rustig door. Inademend kom je in het midden en uitademend naar de linkerkant en kijk je naar je linkerteen. Ervaar maar wat die adem met je doet. Inademend kom je rustig omhoog of in het midden. En uitademend laat je die handen weer zakken. Dan breng je die benen bij elkaar. En dan kom je via je zijkant rustig liggen. Want als je zwanger bent wil ik niet meer dat je naar achteren buigt om te gaan liggen. Maar dat je via je zij gaat liggen. We gaan de dekken kantelen of de rug afvlakken. Dus zet zo die voeten op de plaats van de knieën. En duw zo die onderrug in de mat en adem even in de druk van je rug. Dan adem je rustig in. Je brengt een beetje je kantelt een beetje je bekken. En op een uitademing maak je je rug zo hol mogelijk. Het is alsof ik die hand onder mijn rug kan doen. Dan adem ik in, ik kantel mijn bekken. Ik adem uit, ik rol weer over mijn stuit. Inademend mijn rug weer op de grond. Uitademend, weer terug. Inademend, mijn rug op de grond. Uitademend, terug. Inademend, op de grond. Uitademend. Inademend op de grond. En uitademend. Doe het rustig in je eigen tempo, wat voor jou goed voelt. En wees even helemaal één met de beweging. Zodat je zo één kunt zijn met het kindje wat in jou groeit. Jullie kind. Ja, oké. Dan adem je rustig in en je komt zo weer op de mat.
En voel dan even hoe dat voelt als die hele rug nu de mat raakt. En als je nu merkt dat die rug niet lekker ligt, kun je altijd die heup opheffen. Dat betekent die voeten blijven op de knieën staan. Je brengt je heupen omhoog. Die schouderbladen wat bij elkaar, zodat die hele rug van de grond is. Inademend breng ik die schouderbladen eerst op de grond. En dan uitademend laat ik wervel voor wervel weer op de grond komen. Dat voel ik ook. En ik voel zo die hele rug weer contact maken met de grond onder. Dan strek je je benen even uit. Dan laat je je voeten wat naar buiten vallen. Doe je handen met de palmen omhoog, de rug van de hand op de grond. De kin is iets in, de nek is lang. En zo hoef jij alleen maar je gezicht te ontspannen en je adem gewaard te zijn. Alleen maar bewust zijn, alleen maar de adem. Op dit moment hoef jij alleen maar te zijn. En zo kom je heel rustig bij jezelf. Adem nog een paar keer zo in die savasana, in die lijkhouding. Het is meest een moeilijke houding omdat we in ons hoofd nog met van alles bezig zijn. Maar probeer rustig te worden. Kalm, zodat je zo de ontspannende meditatie kunt doen. Zo kom je heel rustig bij jezelf en kom je in een houding liggen die voor jou goed voelt. Maak het jezelf vooral comfortabel. Terwijl je zo lekker komt liggen, misschien een dekentje over jezelf kunt doen, neem ik jullie mee naar een balansconcentratie. We gaan ons concentreren op de verschillen die er tussen de linker en de rechterzijde van het lichaam bestaan. We brengen hiermee de balans in het lichaam terug. Ik wil je vragen om je op je voeten te concentreren. En let op de verschillen die er tussen de linker en de rechtervoet kunnen bestaan.
kun jij de verschillen waarnemen? Dit kan zich voordoen bijvoorbeeld door de verschillen in warmte, spanning of anders. Of misschien is er ergens pijn te voelen. Misschien merk je dat je één kant makkelijker kunt voelen dan de andere. Let op die verschillen. En je kunt proberen de concentratiedruk in beide helften gelijk te maken. Dat wil zeggen dat je beide zijden even goed voelt. Je kunt dan vergelijken terwijl de aandacht stil is en één. En misschien merk je dat het moeilijk is omdat je aandacht steeds verspringt. Observeer deze wisseling in aandacht gewoon. Of observeer de stabiliteit van de concentratie. Concentreer je dan niet langer op de voeten, laat het los en ga naar de onderbenen. En let op de verschillen die je tussen de linker en het rechter onderbeen kunnen bestaan. En kun jij deze verschillen waarnemen? Voel je misschien een verschil in warmte? Of in spanning? Of in pijn? Voel je de ene kant misschien makkelijker dan de andere? Kijk of je het weer gelijk kunt maken. En laat dan de concentratie uit die onderbenen los en ga rustig naar de bovenbenen. Concentreer je op beide bovenbenen en let op de verschillen die er tussen de linker en de rechtervoet kunnen bestaan. Kun jij hier verschillen waarnemen? Waar voel jij de verschillen in pijn of in spanning? En misschien voel je de ene kant wat makkelijker dan de andere. Probeer ze maar weer gelijk te maken. Misschien lastig omdat je aandacht steeds verspringt, maar probeer je te concentreren. Adem je rustig uit en laat je daar de concentratie los en ga dan naar je bekken en je heupen. En kijk of je je bekken en heupen zowel links als rechts goed kunt voelen. Of dat je ergens verschil waarneemt. Misschien wel pijn. Een branderig gevoel. Adem er rustig doorheen. Kijk of je het weg kunt laten, los kunt laten op die uitademing, dat het weer helemaal één gebied wordt. Dan adem je rustig uit, je laat de concentratie daar los en je gaat met je aandacht naar de buik en de rug. Neem je buik en je rug maar waar. Voel je verschil tussen de linkerkant en de rechterkant? Voel je misschien verschil tussen de bovenkant en de onderkant? Misschien voel je wat rekken, wat spanning, wat pijn. Maar kijk of je jezelf dat gebied één kunt laten zijn. Eén gebied. Ontspannen, rustig en kalm. Door op die uitademing los te laten. En te laten zijn wat is. En dan adem je rustig uit. Je laat de concentratie in de buik en de rug los. En je gaat naar de borst en de rug. Voel maar hoe het in de borst voelt.
En kijk of je verschil waarneemt tussen die rechterborst en die linkerborst. Die rechter schouderblad en je linker schouderblad. Voel je warmteverschil of misschien een tinteling of misschien een zwaarte. En kijk of je dat weer gelijk kunt maken. Dat hele gebied als één gebied kunt waarnemen. Door gewoon in te ademen en uit te ademen en daar met je aandacht te zijn. Dan adem je uit en dan ga je met je aandacht naar je schouders. Misschien ervaar je verschil tussen de linkerschouder en de rechterschouder. En kun je ook waarnemen welk verschil dit is? Wat voel je aan de rechterkant? Wat voel je aan die linkerkant? Adem rustig in. En op die uitademing laat je die aandacht in die schouders los. En ga je met je aandacht naar die bovenarmen. Rustig die bovenarmen voelend en kijken of je daar een verschil kunt waarnemen tussen links en rechts. Kijk of je beide kanten weer gelijk kunt maken. En misschien dwaal je af, dat is niet erg, maar probeer steeds weer terug te gaan. Observeer de wisseling in aandacht en observeer de stabiliteit van de concentratie. En adem dan rustig uit en adem in en ga dan naar je onderarmen en je handen. En kijk of je je onderarmen en je handen gelijktijdig kunt voelen. En of er een verschil is tussen de linkerkant of de rechterkant. Kijk of je dat gelijk kunt maken door je concentratiedruk in allebei die handen en die onderarmen gelijk te maken. En dan adem je uit en dan concentreer je je op je kaken. Hoe voelen je kaken? Voelt de ene kant gelijk met de andere kant of voel je een verschil in warmte of in pijn of in tinteling of in prikkeling? En kijk of je die druk weer gelijktijdig kunt maken als één gebied, als één kaak. Dan adem je rustig uit en dan ga je met je aandacht naar je ogen. Is het verschil tussen links en rechts? En kijk. Of er geen verschil meer kan zijn. Gewoon te ademen en bewust te zijn en alles te laten zijn zoals het zich aandient. En adem dan uit en als laatste concentreer je op je hersenhelften. Je linker hersenhelft en je rechter hersenhelft. En kijk of daar verschil tussen zit. Misschien merk je dat je één kant makkelijker kunt voelen dan de andere. Of misschien kun je een verschil voelen in warmte, in spanning of iets anders. En probeer dan die concentratiedruk in beide helften gelijk te maken. Dat je beide zijden even goed voelt.
dan adem je rustig in en op die uitademing laat je alles zijn. Adem nog een aantal keren diep in en uit. En ga dan met je aandacht naar je buik, daar waar jouw kindje huist. Voel de verbinding met jouw kindje in je buik. Voel dat het er is, dat het er mag zijn en dat het in jou mag groeien. Adem zo rustig in en uit. En adem dan drie keer dankbaarheid in en uit. Dankbaar voor je zwangerschap en je veranderende lichaam. Dankbaar voor het kindje dat in jou mag groeien. En dankbaar voor je eigen zijn, jouw stralende zijn. Namaste. En tot de volgende keer.